Dag Katrien, u zat terug in de jury, niet alleen West-Vlaanderen, maar deze keer ook Oost-Vlaanderen. Grote favoriete Annelien de Kegel was er niet bij. Iedereen was een beetje ontgoocheld in de zaal. Ik weet de punten niet echt van buiten allemaal, maar dus ja, Annelien scoorde voor mij ook wel heel hoog. Het is een heel mooi meisje, zeer presentabel. Als je zegt van kijk, ze doet mee met een Miss Beauty of Miss België, ja, het is eigenlijk een hele mooie verschijning. Maar natuurlijk, de juryleden houden nog rekening met andere zaken, waarschijnlijk de acts en ja, dat is zoals een schilderij beoordelen waarschijnlijk. En gelijk in het kunstschaatsen bij mij ook, ja, de ene jury vindt het iets beter dan de andere en daar gaan die punten al een klein beetje. Hè. Was de verdiende winnares? Ja, zeker. Ik zou zeggen, de eredames en de winnares, allemaal samen, die verdienen het eigenlijk allemaal. Het was zo spannend en zo nauw bij elkaar. Maar ja, er kan maar één de winnaar zijn. Hè.